Zakaria Eshati. Yes. Het is een tijd geleden dat we jouw naam hebben uitgesproken. Ja, heel lang geleden. Ah, hoe gaat het met je blessure? Ja, het gaat goed. Voor nu geen last van mijn knie. Het is alweer een lange tijd geleden. Maar ik ben blij dat ik vandaag weer een minuut heb kunnen maken. Dus, Laatste 10 minuten. Dan mag je warm gelopen. Ja. En wat denk je dan bij jij? Ja goed, het staat 1-1, dus veel druk op de wedstrijd. Ik denk dat jij voelde, ik denk dat die tweede erin mag schoppen. Ja, dat gevoel had ik wel. Ik had wel liever dat we eerder die goal hadden gemaakt. Of misschien wel twee goals, want ik vond ons wel de betere in de wedstrijd. De hele zeker wedstrijd de gezien. Ja, zeker. Maar over de hele wedstrijd gezien vond ik ons beter. Af en toe kwamen ze er voetballend wel goed doorheen. Maar ik denk dat wij wel meer kansen hadden dan zij. Dus terecht overwinning. Maar ik was wel blij dat we uiteindelijk ook nog die 2-1 hebben gemaakt. Ja, en na twee minuten sta je er natuurlijk allemaal 1-0 achter. Dat is even een dompertje, denk ik. Daar moet je overheen zetten. Nou, die 1-0 komt eigenlijk door een fout van ons. We verliezen de bal. We staan denk ik net niet goed achterin. Waardoor de spits hem toch wel goed afmaakt. Maar aan de andere kant maken we nog in de eerste helft de 1-1. Waardoor je eigenlijk gewoon de hele tweede helft nog de kans hebt om die tweede te scoren. Alhoewel zij er af en toe wel gevaarlijk uitkwamen, had ik niet het gevoel dat wij deze wedstrijd nog zouden weggeven. Nee. Nu dus op naar de volgende wedstrijd. En ik hoop dat ik meer minuten kan maken vanaf volgende week, zodat ik ook gewoon wedstrijdfit kan worden. We hopen je binnenkort weer in de basis te zien. Dat hoop ik ook. Wens je een heel fijn weekend. Dankjewel.